Welke opdracht heeft God aan Israël en aan de volkeren gegeven? Daar willen we graag over nadenken. In deze aflevering over de grote opdracht vanuit het Oude Testament. De grote opdracht is wellicht bekend vanuit het Nieuwe Testament. Daar hebben we in een vorige aflevering bij stilgestaan. Maar om de draad op te pakken, gaan we toch even naar de kern toe. En dat is vanuit Matteüs 28, die bekende woorden waar staat: en Jezus kwam naar zijn discipelen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, en hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Met andere woorden, in deze grote opdracht gaat het allereerst over de Messias, over Jezus. Die heeft alle macht. Die kan het ook allemaal zonder ons. Maar God heeft in zijn wijsheid besloten om zowel Israël als de volkeren te betrekken in die grote opdracht. En aan Israël, en met name die gelovigen uit Israël, de discipelen, is de opdracht gegeven om de volkeren te onderwijzen, dat de volkeren ook door het geloof in die Messias, in Jezus, erbij mogen horen. Dat we kinderen van Abraham zijn geworden en delen in de belofte die God al aan Israël heeft gegeven. En hen vervolgens ook dopend. Dat wil zeggen helemaal onder te dompelen. Helemaal in te drinken in Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat de volkeren tot discipelen worden gemaakt. Dus niet alleen het horen, maar het ook vervolgens doen. Nou, en over deze drie, over de Messias, over Israël en de volkeren, willen we nu ook met name nagedenken over diezelfde grote opdracht, maar dan nu vanuit het Oude Testament. Laten we eens gaan kijken naar het, ja, wellicht het evangelie vanuit het Oude Testament, de boek Jesaja. Jesaja heeft 66 hoofdstukken, als wellicht een afschaduwing van de 66 Bijbelboeken die we hebben. En daarin wordt die Messias eerst aangekondigd. En dat lezen we in Jesaja 11. Waar staat: er zal een twijgje opgroeien. En op hem zal de geest van de Heer rusten. Het is toch wel heel bijzonder dat als Jezus ook voor de eerste keer in Nazareth, zeg maar, opgeroepen wordt om de Tora te lezen, dat hij dan ook Jesaja 61 aanhaalt. Waar staat: de geest des Heren rust op mij. De geest van wijsheid en verstand, van kennis en vrees en zicht. Met andere woorden, die Heilige Geest identificeert zich helemaal met Jezus, de Messias. En hij wordt niet alleen aangekondigd, maar nu dan ook wat die Messias gaat doen. Dat lezen we verder. Op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. En die zal staan als een banier voor de volkeren. En een banier is een teken van overwinning. Zoals in het leger dat het vaandel, het banier, wordt opgeheven. Dat is een teken, daar moeten we heen. En God gaat dus een teken voor de volkeren geven van die Messias. En wat gaat hij dan doen, die Messias? Dat staat in vers 12. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Hierin zien we heel duidelijk ook een parallel met het Nieuwe Testament. Mij is gegeven alle macht. Die Messias kan het alleen, maar hij gaat Israël terugbrengen naar hun vaderland. En vanuit die grote opdracht, of het steeds hebben over die Messias, Israël en de volkeren, dan zien we in het geheel van Jesaja, dat aan het begin, Jesaja 11, dat die Messias het allemaal alleen kan doen. Maar dan nu, in het keerpunt van Jesaja, Jesaja hoofdstuk 40, en dat is wel heel bijzonder, eerst 39 hoofdstukken wat veel over oordelen naar de volkeren gaat. En vanaf Jesaja 40 dat het over zegen gaat. En dan is het eerste vers wat God zegt, Jesaja 40 vers 1, troost, troost,
mijn volk, zegt de Heer. En dat is heel duidelijk dat het over de volkeren gaat, die dan Israël moeten troosten. En wel heel bijzonder dat de christelijke ambassade dit vers als mandaat heeft. Dat we juist ook Israël tot troost mogen zijn. Maar het verhaal gaat verder. Lees mee. En dan staat in Jesaja hoofdstuk 49. En hij zei, het is mij te gering dat u een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Is in wezen een herhaling van wat al in Jesaja 11 genoemd werd, dat de Messias Israël terug gaat brengen. En nu, vanaf het keerpunt dat ook de volkeren worden aangesproken om niet alleen Israël te troosten, maar er staat ook dat wij, ja, en dat is nog steeds ook die verbinding, dat die Messias gegeven wordt voor de volkeren. Dus niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. Want er staat, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolkeren. En dan ook die bevestiging, en dat staat in vers 22 van hetzelfde hoofdstuk, Jesaja 49. En daar staat, zo zegt de Heere, Heere, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolkeren en naar de volkeren zal ik mijn banier omhoog steken. En dan? En dan zullen zij, dus de volkeren, zullen uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. Met andere woorden, nu keert het om. Dat de volkeren niet alleen het goede nieuws hebben gehoord, dat ze erbij horen, maar dat de volkeren worden opgeroepen om Israël te troosten, maar ook dat de volken worden opgeroepen om Israël terug te brengen naar hun thuisland. En dit wordt niet één keer in de schrift gezegd. Want een Bijbels principe is, op basis van twee getuigen zal iets waar zijn. En in datzelfde boek Jesaja wordt het ook voor de tweede keer genoemd. En dat lezen we in het laatste hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 66... En daar staat, de opdracht voor de volkeren, de tijd komt dat ik, dus duidelijk, God, alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien en ik zal een teken op hen aanbrengen. Dus weer over dat teken. En nu komt hij. En zij zullen al uw broeders uit de heidenvolken brengen als een offer voor de Heer. Oh, dus als wij Israël terug te brengen naar hun vaderland, is dat niet alleen maar een goede daad, maar het wordt door God gezien als een offer. Als iets wat we hem aanbieden. Dat we Israël terugbrengen naar Israël en naar Jeruzalem. En waar gaat het om? Want dan staat er de bevestiging, Jesaja 66 vers 21, ook ik, dus God, zal enigen uit hen, dus uit de volkeren, tot priesters en tot levieten aanstellen, zegt de Heer. Mensen, dit is gewoon revolutie. Dat vanuit het Oude Testament, waar juist Israël, ja, die tempel kreeg, en de priesters en levieten werden aangesteld, die mochten namens het volk naderen tot God. En de volkeren, ja, die mochten op afstand blijven staan, want er was een scheidsmuur. Maar door die Messias is die scheidsmuur afgebroken, mogen wij er niet alleen bij horen, maar als wij Israël terugbrengen naar het vaderhart van God, dan zal God ook uit ons tot priesters en levieten aanstellen. Met andere woorden, doen we helemaal mee met Israël, ook in de geestelijke bediening, om offers aan God te brengen en om voorbeden te doen voor elkaar. Dus als we ook kijken naar die grote opdracht, zowel uit het Oude Testament
als het Nieuwe Testament, dat niet alleen Israël naar de volkeren moest gaan om hen erbij te betrekken, en als de volkeren ook Israël weer terugbrengen om het huis van God te bouwen, zien we in het plan van God, via die grote opdracht, dat God wil dat Israël en de volkeren samen bouwen aan het huis van God. Maar wacht even. Direct komt natuurlijk ook die vraag, en dat is al bij de eerste gemeente in Jeruzalem, na de uitstorting van de Heilige Geest, dat er vele mensen tot geloof kwamen. En dan gaat Petrus naar Cornelius en Paulus gaat ook zijn eerste zendingstocht doen. En dan komt er een vergadering in Jeruzalem met eigenlijk één vraag. Horen die volkeren er eigenlijk wel bij? Dat lezen we in Handelingen 15, waar verslag wordt gedaan van de eerste concilie te Jeruzalem. En dan zegt Jacobus, als hij het verhaal van Petrus en van Paulus gehoord heeft, dan komt het hoofd van de gemeente te Jeruzalem, Jacobus, de halfbroer van Jezus, die zegt in wezen het verlossende woord. Hij haalt een profetie uit Amos aan, dat wanneer die volkeren erbij komen, is herstel van die hut van David. En uiteindelijk gaat erom dat niet alleen die hut van David, maar het koningschap van David hersteld wordt. Want we weten, Jezus kan alleen terugkomen na het herstel van alle dingen. En dat wij samen met Israël in wezen de rode loper uitleggen voor Messias Jezus, die komt en zijn voet gaat zetten op de olijfberg en gaat zitten op de troon van zijn vader David. En daartoe moet dus die vervallen hut van David hersteld worden. En dat herstelplan ging dus in twee fases. Vanuit die grote opdracht, Nieuwe Testament, dat vanuit Jeruzalem de discipelen de opdracht krijgen heen te gaan en alle volken met het goede nieuws te bereiken, dat ook zij erbij horen. En vanuit het Oude Testament hebben we vandaag gezien dat ook die grote opdracht is dat de volkeren niet alleen Israël moeten troosten, maar ook hen terugbrengen. En dat wordt door God gezien als een offer. En dan wordt het niet alleen dat we erbij horen, maar ook geestelijk er helemaal bij horen. Dat wil zeggen, ook tot priesters en levieten worden aangesteld. Zodat het huis van David en het huis van God samen gebouwd wordt en we samen uitzien naar die grote dag dat Jezus, die Messias, die alle macht heeft en met ons is tot het eind der tijd, dat Hij weer op het toneel verschijnt. En daartoe is het een voorrecht dat wij als christelijke ambassade vanuit dat mandaat van Jesaja 40, troost, troost mijn volk, maar ook al meer dan 30 jaar in de bediening gesteld zijn om Israël terug te brengen, alia te maken. En in deze tijd dat we ook de Joden uit de Oekraïne terugbrengen, zowel weeskinderen, maar ook Holocaust survivors. En wil u graag meenemen in een filmpje wat wij gemaakt hebben, dat wij als christelijke ambassade, dus christenen uit de hele wereld die een hart voor Israël hebben en Israël terugbrengen, niet alleen naar hun land, maar uiteindelijk ook naar het vaderhart van God willen brengen. Blijf kijken. Russia's invasion of Ukraine has set off the largest refugee crisis in Europe since World War II. The intense fighting has already forced nearly 3 million people to flee the country. Amid this immense tragedy, the Christian Embassy is working with Israel and the Jewish Agency to bring out thousands of endangered Ukrainian Jews and bring them safely back to Israel. We are especially concerned for Holocaust survivors in Ukraine, who have already seen enough horrors and wars in their lives. Right now, the ICEJ is working with an Israeli partner on the ground in Ukraine to locate and extract Holocaust survivors and then bring them safely home to Israel. We have a list of 75 Holocaust survivors scattered around the country.
One by one, they are being picked up in vans and brought to safer areas. Many must decide if family members will also come. Within a few days, we hope to have them safely in Israel. The survivors are very grateful for our help. Огромное спасибо, Георгий Гулин, за то, что мы выбрались из этого пекла, и мы чувствуем себя в безопасности. Большое вам спасибо всем. And Israeli officials also appreciate the special effort to rescue Holocaust survivors from the war in Ukraine. לשגרירות הנוצרית, אני רוצה להודות מכל הלב על העזרה לניצולי השואה שכל כך, כל כך צריכים את העזרה שלכם. תודה רבה בשם העם היהודי. I want to thank all of our friends from the Christian Embassy for your support, for your prayers, for your donations, helping us bringing more Jews from Ukraine to Israel. It is a blessing. God bless you. Please join us in rescuing Holocaust survivors and other Jews from the clutches of this brutal war in Ukraine. The need to help them reach Israel has never been greater. Donate today at give.icej.org/Ukrainian Aliyah. Bedankt voor het kijken. Als u geïnteresseerd bent en meer lezingen wilt vanuit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof, dan nodig ik u uit om juist ook ons YouTube-kanaal te bekijken. Iedere vrijdag vanaf 7 uur wordt er een nieuwe lezing vrijgezet. Die staat niet alleen op YouTube, maar ook op podcast, zodat het woord uit kan. En wilt u ons daarin steunen door ook dit te liken? Dank u.